Ook Nijmegen heeft een horrorclown. Of beter, had er een. Want de politie heeft donderdagnacht een man opgepakt die verkleed als clown mensen de stuip op het lijf joeg. Dat gebeurde in de wijk Horstakker in Lindeold. De man heeft enkele uren in de cel doorgebracht en zijn masker, dat is in beslag genomen.